Wetenschapje, een podcast over. Ja, wetenschap. Straf, hè. Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Zeg, Bram. Ja, alleen. Ik heb een vraag. Oké. Okay. Wij zijn allebei mensen, hè? Uh, ja. Maar toch zien wij er niet hetzelfde uit. Nee, dat klopt. Ik bijvoorbeeld ben ongelooflijk knap en ik zou zo op de covers van alle boekjes kunnen staan. Ja, alleen uh, ik weet niet of dat, Sst, dat is. Maar alleen, de luisteraars ziet dat niet. Dat is nee, Het is een podcast. Mm -hmm. En ik heb keiveel uh, spieren. Ik, ik uh, zie er eigenlijk een beetje uit dat ik super Ja, niet overdrijven, hè? Allee, een beetje, hè. Dus wij zijn allebei mensen en toch lijken wij niet op elkaar. Maar wat ik dan wel eens zou willen weten, hè? Waarom lijken alle groenten en fruit wel op elkaar? Ik wil zeggen, alle appels zijn bijna allemaal even groot en even rond. En alle komkommers zijn overal hetzelfde groen, allemaal even lang en allemaal even recht. Waarom bestaan er geen kromkommers? Ja, dat wil ik wel eens weten. Waarom bestaan er geen kromkommers? <totstuk> Ik heb Hans Bruinings uitgenodigd. En Hans die is professor in de Milieu- en Klimaatstudies met een specifieke interesse in de komkommerologie. <laughs> Mopje, hè? Hij weet gewoon heel veel over onze aarde en ook een heel klein beetje over komkommers. Men heeft die komkommers eruit gekozen die al van zichzelf wat rechter groeien en een bepaalde grootte hebben. En daar neemt men de zaadjes van en die zaadjes gaat men gebruiken om de volgende komkommers te kweken. En van die komkommers pakt men weer degene die het meest recht zijn en een bepaalde lengte hebben. Door op die manier zaadjes te selecteren, krijgt men na een tijdje allemaal dezelfde komkommers die ongeveer even recht en even lang zijn. Voilà, vraag opgelost. Hopla, dat is een korte aflevering. Goed gedaan, Leen. Hier zei, licht uit. Wacht even, wacht, 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 Bram. We weten nu wel hoe we rechte komkommers in plaats van kromme komkommers maken, maar nog niet waarom, hè. Allee, Bram, stik dat licht terug aan. Nu hoop ik wel dat Hans nog niet weg is. Hans? Ja, onze planeet is een fabriekje. Ah, oh, oef, hij is er nog. En wat produceert dat fabriekje? Proper water, dat hebben we alle dagen nodig. Zuivere lucht, die moeten we inademen. Landbouwgrond, waar dat we ons voedsel op produceren olie en gas en kolen die gebruiken we nog altijd heel veel om elektriciteit te maken, om energie te maken. Dus dat fabriekje dat produceert eigenlijk wat wij nodig hebben voor alle dingen die we kopen. Oké, okay, ik denk dat ik snap waar dit heen gaat. Onze planeet geeft ons dus alle grondstoffen die wij nodig hebben om eten te maken, maar ook alle producten die we nodig hebben in het leven. We zijn met steeds meer mensen en we vragen steeds meer van onze planeet. Niet elk eten dat we eten heeft evenveel water of olie of landbouwgrond nodig om te groeien. Afhankelijk van welk product we eten, zijn er dus meer of minder van die grondstoffen nodig. Zo heeft een komkommer minder water, energie en land nodig dan bijvoorbeeld het vlees van... Um, van, alleen van dinges... Ja, van een koe. Bedankt Bella. En beter nog, als alle komkommers even recht en precies even groot zijn, dan passen die allemaal ook mooi in dezelfde doos. Zo kunnen die makkelijker vervoerd worden en makkelijker gestapeld worden in de winkel. Dat is dus voor de natuur. Goed bezig hoor Bella. Komkommers vragen minder grondstoffen van onze planeet dan een biefstuk. En we hebben daar een woord voor bedacht. Ecologische voetafdruk. Hoe meer producten we gebruiken die veel van onze aarde vragen, hoe groter de ecologische voetafdruk die we achterlaten. Hoe minder we die producten gebruiken, hoe kleiner onze ecologische voetafdruk. Eens testen hè? Klaarbellen? De fiets nemen. De auto nemen. Veel groentjes eten. Veel vlees eten. Een groene of een rode trui kopen. Inderdaad, ja. Zolang je er geen tien koopt als je er maar één nodig hebt, natuurlijk. Merci, Bella. Dat lijkt allemaal logisch, maar wij mensen zijn eigenlijk niet zo goed bezig. Onze voetafdruk, met, met z'n allen, hè, met zeven miljard mensen op deze planeet, is op dit moment te groot. Waardoor de aarde uitgeput geraakt en waardoor we op lange termijn echt in de problemen aan het komen zijn. Inderdaad, en die problemen die zijn niet mals. Vooral voor de landen die rond de evenaar liggen. De voorraden daar van drinkbaar water staan heel erg laag. Wij gebruiken te veel energie, waardoor er te veel CO2 in onze lucht komt, waardoor het klimaat opwarmt. We moeten bossen kappen om land vrij te maken voor landbouw en vee te kweken, waardoor er minder bomen zijn om onze lucht te zuiveren. Dat is niet goed. Inderdaad, niet goed. We moeten dus dringend onze levensstijl onder de loep nemen en onze planeet minder belasten. Maar dat wil niet zeggen dat we minder goed gaan kunnen leven, toch, hè Hans? Dat wil wel zeggen dat we dingen misschien anders gaan moeten doen. Dat we bijvoorbeeld als we elektriciteit nodig hebben, moeten zorgen dat die van de zon of de wind komt en niet meer van olie. Dat wil zeggen dat als wij kleding kopen, dat we misschien kleding moeten kopen die wat langer meegaat. En dat we moeten zorgen dat we die op een betere manier recycleren. Dat we. Zorgen dat we in huizen wonen die niet noodzakelijk supergroot zijn of heel veel energie vragen? Hebben we echt allemaal, ieder gezin, een eigen auto nodig? Of kunnen we niet zorgen dat er in iedere wijk twintig, dertig auto's zijn die dan iedereen kan gebruiken als we die eens nodig hebben? Verspillen wij niet te veel? Gooien we niet te veel weg? Kortom, we zullen met z'n allen bewuster of misschien wel slimmer moeten gaan leven. En een van die slimmigheden dat zijn onze rechte komkommers. Maar niet alle komkommers die gekweekt worden zijn mooi recht. Er zijn dus wel kromkommers. En het dubbele of spijtige is dat die kromkommers de winkel niet bereiken omdat ze niet optimaal vervoerd kunnen worden. Mochten ze toch in de winkel geraken, dan worden ze niet gekocht door de mensen gewoon omdat ze er raar uitzien. Die kromkommers zijn maar één voorbeeld van hoe vaak we perfect smakelijk en lekker voedsel gewoon weggooien. Gelukkig kunnen we daar allemaal ook iets aan doen. Ook jij. Gewoon thuis zelfs. Een makkelijke manier om minder voedsel te verspillen is door te thuiskringlopen. Amai, ik loop hier constant, thuis, kringetjes. Oei, oei, uh, maar ik weet eigenlijk niet, hoe laat ik er minder voedsel mee verspillen? Nee, niet thuis kringetjes lopen, maar thuiskringlopen, één woord. Gelukkig weet Christophe daar alles van. Christophe die werkt voor Vlaco en Vlaco doet zijn best om Vlaanderen zo goed mogelijk te laten kringlopen. Ze willen de mensen thuis bewust maken van hoe we het best omgaan met ons eten en hoe we onze ecologische voetafdruk daar zo klein mogelijk houden. Thuiskringlopen dat is het toepassen van allerlei manieren om tuin- en keukenresten thuis te verwerken of te hergebruiken. Kan je daar wat voorbeelden van geven, Christophe? Wie zijn grasmaaisel en herfstbladeren en dergelijke composteert en die compost dan ook thuis gebruikt, die is aan het thuiskringlopen. En wie bijvoorbeeld koelkastoverschotjes verwerkt in een nieuw gerechtje, die beperkt voedselverlies en die is dus ook aan het thuiskringlopen. Ah, oké. Okay. Ja, dat is duidelijk. Wordt er dan zoveel eten weggegooid? Ieder Vlaming gooit jaarlijks 37 kilo eetbaar voedsel weg. 37 kilo per jaar, dat is heel veel. Zeker als je weet dat er 6.589.000 Vlamingen zijn. Dus um, 37 kilo maal 6 miljoen, dat is, uh, even stellen, dat is ongeveer 243 miljoen kilo. 243 miljoen kilo, dat zullen ongeveer 270.000 koeien zijn die wij gewoon weggooien. Sorry Bella. En weet je welk eten we het meest van al weggooien? Um, spruitjes? Spruitjes. 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 Ja, spruitjes, hè? Asperges. Nee, spruitjes. Nee, fruit en brood. Nu hoor ik je denken. Een rotte appel weggooien of een stuk oud brood, dat is nu toch niet zo erg? Maar dat is wel erg, hè? Christophe? Wel, hoe meer grond we nodig hebben voor eten, des te minder er overblijft voor de natuur, waardoor het aantal wilde dieren en planten en dergelijke daalt. Om groenten te kweken is er ook bemesting nodig en waar het er te veel wordt gemest, spoelt die mest natuurlijk uit, wat dan weer een negatief effect heeft op wilde planten en dieren die in die beken en rivieren leven. Soms moeten de groenten op het veld water krijgen, bijvoorbeeld als het heel erg droog is of serregroenten die moeten eigenlijk altijd water hebben. En door al dat water op te pompen, droogt de grond op andere plaatsen dan weer uit, en dat zorgt dan weer voor verdroging. Voor het transporteren van voedsel bijvoorbeeld zijn ook uh, auto's nodig, schepen, treinen, soms zelfs vliegtuigen. En die stoten dan wel CO2 uit, wat dan weer negatief is voor het klimaat. Je hoort het, er is heel veel energie, bemesting, water en brandstof nodig om eten te maken. Als we dan uiteindelijk die komkommer gewoon in de vuilbak kieperen omdat we hem te krom vinden of omdat hij slecht is geworden. Of omdat we veel te veel komkommers hebben opgeschipt, dan is dat heel erg voor de planeet. Want dan hebben we al die grondstoffen, al die energie, al dat water, al die mensen die ervoor nodig zijn, opgebruikt voor niks eigenlijk. Christophe, wat kunnen wij doen om minder te verspillen? Ja, want thuis kringetjes lopen. Oei, dat werkt echt niet. Hè? Als je inkopen gaat doen, gaat die inkopen doen met een volle maag, niet met een lege maag. Want dan begin je totaal andere dingen te kopen en vaak overbodige dingen. Plan uw boodschappen. Bijvoorbeeld, als je een zakje sla koopt dat je vanavond al wil opeten, dan heeft het helemaal geen zin dat zakje sla in de winkel te willen dat nog een paar weken goed blijft. Je hebt je mama dat zeker al zien doen: hè? helemaal van achter een pakje boter of een zakje wortelen zien nemen. Als iedereen dat doet, hè? Dan geraken de zakjes geraspte wortelen die maar goed zijn tot overmorgen nooit verkocht. En dan moet de winkel die weggooien. Je kan dus beter zo'n product redden en je goed voelen omdat er door jou minder weggegooid wordt. Er wordt aan tafel ook pak minder verspild door de mensen zelf te laten opscheppen. Ja, kindjes weten zelf wel hoeveel honger ze hebben. Zo wordt er minder verspild aan tafel. Zet zeker de datum op de potjes waar dat je dingen in bewaart die dat je in je koelkast zet. En zet ze zeker ook ergens in het zicht, zo vergeet je ze niet. Maar Christophe, dan zit je daar met al die potjes vol restjes. Wat kan je daar dan mee doen? Flako heeft twee kookboeken met restjes uh, gemaakt. Kijk handig! Oei! Ah, jij maakt stoppen met thuis in kringetjes lopen, hè? Ah, maar ik ben gewoon aan het koken, hè? Ah! En Christophe, wat als je keihard je best hebt gedaan om alles te verwerken en op te eten en je zit toch nog met een heel klein beetje overschot, wat dan? Dan kan je ze nog altijd aan, aan je kippen geven, bijvoorbeeld. En als je geen kippen hebt, dan kan je bijvoorbeeld compost maken. En als je geen mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld compost te maken, dan kan je dat nog allemaal met je GFT-ophaling meegeven. Ah, en mag mijn kromkommer daar dan ook bij? Leen, ga heb nu niet goed opgelet. Oh, dat is een mopje, in Braben? Hij ziet er wel een beetje anders uit, maar hij is even lekker. En dubbel zo speciaal. Mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan geluidshuis.be. En wie weet, maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was wetenschapje met de vakkundige kennis van Hans Bruinings en Christophe van Stichelen. Met de steun van Vlaco. wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Klank en muziek Bram Kalmat. Concept en regie, Leen Renders. En extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Anne Smet, Pieter-Jan Vinks, Linde Verlooij, Marijke Gutens, Koen van Deun en Koen Brand. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties, zoals de heerlijke hoorspelen. Dag, wetenschappers. Tot snel. Ja, Bram, nu mag het licht wel uit. Oké, okay, Leen.